Hey Bart Valkenier hier van makitsmedia.nl en ik presenteer aan jullie docenten de gloednieuwe Word-training. In deze video laat ik je kort alles zien. Download de training op makitsmedia.nl/word. Want waarom investeren in Word? Met de SLO-doelen voor digitale geletterdheid in de aantocht zijn veel scholen druk bezig met lespakketten en zo. Ik ben docent ICT op de Lens, dat beroepscollege hier in Zwolle. En ik zie dat veel leerlingen goed zijn met telefoons en tablets, maar vaak geen idee hebben hoe ze met een laptop moeten werken. Ze weten niet hoe ze een bestand moeten opstaan of te verkennen gebruiken. En soms kunnen ze die hele startknop al niet vinden. Nou, dat is geen verrassing, want op basisscholen leren dit gewoon vaak niet met iPads en Chromebooks en zo. Nou, het is onze taak als docent om hen digitaal vaardiger te maken en dat begint... Ja. Gewoon maar even bij Word. In het verleden werkte ik met methodes vol multiple choice vragen en zo, maar pff, ja, mijn leerlingen moeten gewoon aan de slag maken en uitzoeken. Dat is de beste manier om te leren. Daarom heb ik deze gratis Word training ontwikkeld met 29 korte video's. Nou, dat zijn korte video's met elke specifieke Word skill. Niet te moeilijk, maar gewoon net die dingen die je moet kunnen om je opdrachten op school goed te maken. Niet meer. Er zijn vijf doelopdrachten. Nummer 1. Mijn superheld. Gewoon een beetje tekst opmaken, maar ook het papierformaat aanpassen naar A5 en de indeling aanpassen naar liggend. Nummer 2. Smulmenu. Mooie rijtjes maken en daarbij leren over die taptoets en symbolen, euroteken en zo. En ook niet te vergeten, een pagina einde maken met Ctrl-Enter. Essentieel. Nummer 3. Herhaal het smulmenu. Leer hoe je ja, een bestaand bestand opnieuw kunt aanpassen en inleveren, maar nu als PDF met afbeeldingen en tekstvakken en zo. Nummer 4. kwalverslag. Ze krijgen alle tekst. Dat scheelt trouwens heel veel tijd. Dan hoeven ze het niet zelf te schrijven. En trouwens, die tekst komt van ChatGPT. En dat is een goed haakje om het daar eens met je leerlingen over te hebben. Nou, ze maken van de tekst een goed verslag met een automatische inhoudsopgave, paginummers en voettekst en zo. En dan nummer 5. De grote eindopdracht. De leerlingen mochten kiezen uit 5 mogelijkheden. Want ja, dat is gewoon super motiverend als je gewoon iets kan kiezen wat je zelf leuk vindt. Een krant, een poster, een uitnodiging, verslag of folder. Nou, de opdrachten staan overzichtelijk gewoon op 1 A4'tje met onderaan een korte checklist. En van alle opdrachten heb ik ook voorbeelden gemaakt zodat de leerlingen kunnen zien wat de bedoeling is in plaats van dat alleen maar uit de tekst te moeten halen. Nou, ook heb ik handige beoordelingsrubrieken gemaakt. Of je nu cijfers gaat geven of een beoordeling zelfs goed of voldoende, deze rubrieken helpen je om snel een degelijke beoordeling te geven. En voor de leerlingen is het ook nuttig om te zien wat ze kunnen verbeteren. Nou, om het overzicht een beetje te bewaren, heb ik alles op een Word routekaart gezet. En zo kan de leerling zien welke Word skills nodig zijn om aan een opdracht te beginnen. Ze kunnen zelf kiezen of ze ah, de filmpjes willen bekijken of niet. Nou, voor leerlingen die graag extra begeleiding willen, heb ik ook langere uitleg video's gemaakt voor elke opdracht. En ja, zo kan elke leerling op zijn of haar eigen manier aan de slag met Word. Ook heb ik nog een docentenhandleiding geschreven met alle info erin en zo. Alle video's staan dan op het YouTube-kanaal en op maak iets media.nl word. Vul je e-mailadres in en ontvang al het materiaal als pdf. Nou, aanpassingen en uitbreidingen in de toekomst zal ik je dan via de mail sturen. Weet je, deze training is gratis omdat ik het... Nou Grotendeels in tijd heb kunnen maken. Maar de site moet ook blijven draaien en ik wil veel meer training in echte digitaal creatieve software blijven maken. Steun mijn missie om jongeren uit de dagen zich digitaal creatief uit te leven zonder die belemmering van taal of geld. Bedankt. Maak iets.